abdij Rolduc in Kerkrade. De abdij vormt samen met Burcht Rode en de Baalsbrugger Molen de historische driehoek van Limburg. De abdij is in 1104 gesticht door priester Albertus van Antoin, die een sober bestaan wilde opbouwen. Albertus van Antoin was een priester in Doornik in België. Hij had het gevoel dat hij daar eigenlijk een veel te luxe leven leidde en hij was op zoek naar een veel soberder, een veel ascetischer leven als monnik of als kluizenaar misschien zelfs. En hij is toen op pad gegaan in de richting van het oosten en hij is hier in het land van Rode terechtgekomen en heeft hier van de graven een stuk grond gekregen om een kerkje te bouwen en een eenvoudig woonhuis. En zijn idee was om hier een heel sobere leefgemeenschap op te richten. Alleen ik denk als hij nu nog terug zou komen en hij zou dit gebouw zien en hij zou zien wat er van zijn abdij terechtgekomen is, van zijn idee terechtgekomen is, dan zou hij misschien wel schrikken, want voor de soberheid is in ieder geval in het gebouw niet zo heel veel overgebleven. Abdij Rolduc speelde een grote rol in de ontwikkeling van de regio, mede door een bloeiende kolenindustrie. Ook was het eeuwenlang een opleidingsinstituut en is er nog steeds een seminarie gevestigd. Oude tradities die hier eeuwenlang geleefd hebben, die hier eeuwenlang belangrijk zijn geweest. Het uitdragen van de soberheid, het gastvrij ontvangen van gasten, een kenniscentrum zijn. Dat soort elementen proberen we op een eigentijdse manier invulling te geven en hier weer uit te dragen. Ook culturele elementen maken daar een belangrijk onderdeel van uit.